lieve mensen. Ik ga zo eventjes naar mijn schoonmoeder toe. En ik dacht, ik maak even een leuk kerststukje voor haar. Een beetje klassiek, daar houdt ze van. Dus ik heb eventjes dit gemaakt. En misschien vinden jullie het ook wel leuk om te zien hoe ik dat gedaan heb. Dus ik zou zeggen, kijk even lekker met me mee. Hallo allemaal. Ik ga een leuk stukje maken. Tenminste, dat hoop ik. Met een kroontje. Misschien herkennen jullie het kroontje. Ik heb een keertje een bloemenkroon. Zo, allee. Een bloemenkroon gemaakt. En die heb ik op YouTube gezet. En dat heet dan ook bloemenkroon. Nou ja, dezelfde kroon heb ik nu gepakt en op een heel eenvoudig schaaltje gezet. Want ik maak natuurlijk voor de hele familie ook altijd kerststukjes. En ik wilde wat voor mijn schoonmoeder maken. En die houdt wel erg van klassiek. Dus ik denk, nou, daar kan ik misschien best wat leuks van maken. Dus ik ga het gewoon filmen en dan kijken we gewoon wat het wordt. Zo. Nou, ik ga dus het... weer het vervelende schaartje. Zo, hoop ik dat ik nu een goede heb. Ik vind deze ietsje te lang. Dus ik maak hem even iets korter. Ja, dit is wel leuk. Ik wil wel natuurlijk dat het over de rand valt. Maar ook niet te ver, want anders dan raak ik een beetje de verhouding kwijt. De onderste die steek ik recht. En ik werk dan altijd graag met blauw spar, omdat het zo goed dekt. Dan is mijn schotel snel verdwenen. Dan zie je niet meer dat het zo'n simpel schoteltje is. Nou, ik laat natuurlijk alle steeltjes netjes naar het midden wijzen. Net als dat je een biedermeier maakt. Moet je alles naar het denkbeeldige centrum van het blok oase steken. Even een paar nieuwe takjes. Schotel bleef staan. Ik heb er geen erg in gehouden. Nou, jullie zien dat ik het hier alweer een beetje schuin omhoog doe. Zodat ik een beetje, een klein beetje hoogte ook krijg. Zo, ik heb ook nog een stukje magnolia. Ik denk dat ze er ook wel leuk erin. Met die knoppen. Een beetje stoer. En even de eucalyptus. Daar heb je een heleboel verschillende soorten in. Maar ik vind deze altijd wel lekker zwierig.
kan ik al een beetje gaan versieren. Ik denk dat ik er even lampjes in doe. Met een batterijtje. Ja, even lampjes pakken. En een beetje dennenappeltjes en zo. Zo, ik heb ook even een paar rozen gepakt. Die zag ik pas bij de groothandel. En die waren heel mooi en niet zo duur. Dus ik dacht, nou, ik neem gewoon een bosje mee. Hop. Omdat mijn schoonmoeder toch van rood houdt. Kijk, in dit zakje heb ik teruggekregen van mijn schoonmoeder van vorig jaar. Want alle, die zat het natuurlijk ook zuinig. Dus dan krijg ik het allemaal terug in een zakje op het eind van het seizoen. Nou, gaat er nu weer in. Ook vergeet helemaal mijn lampjes. Dat zal ik eerst even gaan doen. Nou, het wordt wel heel schattig, hè? Ja, dat dingetje dat is altijd een beetje... Moet je echt even een plekje verzoeken. En als ik dan een mooi plekje heb, dat je hem niet ziet. Ik denk dat ik hem gewoon op de schotel leg. Ik heb hem gewoon op de schotel gelegd. Lekker onder het groen. Nou, dat is een beetje een bijzonder snoertje. Had ik ook nog liggen. Wel heel schattig. Probeer ik al dat draad een beetje weg te werken. Dat vind ik nooit zo'n leuk gezicht. Zo, ik maak het straks wel even vast met het lijmpistool. Mooie eucalyptusbes. Beetje groene Tillandsia. Vind ik dan wel leuk om in de gaatjes te stoppen. Ik denk dat hij al klaar is. Ik ga hem eventjes nakijken. En ga ik er een paar mooie foto's van maken. Ik zal weer bij jullie terug. Nou, dit is hem dan. Even op het tuinbankje neergezet. In een rustige omgeving. En ik denk dat hij wel leuk geworden is. Ik hoop dat jullie het ook allemaal weer leuk vonden. En dan zou ik zeggen, heel graag tot de volgende keer. Groetjes!